Leerkrachten Steven Gorts en Karel Rijmen hebben één gedeelde passie, de Tweede Wereldoorlog en alles wat daarmee te maken heeft. Het resultaat is dit boek, Joepie, het is oorlog. Het relaas van het college van Mol ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Alles in het boek is gebaseerd op gesprekken met leerlingen van toen. Ze kijken eigenlijk daar eigenlijk met een goed gevoel eigenlijk naar terug. Dus voor hen is dit een periode geweest waar dat heel wat spektakel en avontuur eigenlijk te beleven was. En onze titel verwijst daar ook natuurlijk voor een stukje naar. We gingen samen op onderzoek. Dat wil zeggen dat we mensen gingen interviewen en die kwamen altijd wel met een heel leuk verhaal. Vol met anekdotes over hun tijd. En die hadden nu eens de gelegenheid daarover te spreken en dat was voor ons al heel aangenaam. Wat begon als een mini-onderzoek is meer dan een decennium later dus een boek geworden. Alles begon in de tuin van de school. Dus op deze plaats, bij het graafwerken van de Wicklo, werd er in 2006 dus oorlogsmateriaal gevonden. En de speciaalste vondst was een Duits flesje bier van 1940. En dat was eigenlijk de aanleiding naar het onderzoek naar het college tijdens de oorlogstijd. Een tijd waarin het Sint-Jan Bergmans College opgeëist was door de SS-troepen. Net als nu waren het voor de leerlingen dus vreemde tijden om naar school te gaan. Op Mols grondgebied werd er nooit echt gevochten, maar toch was de oorlog nooit ver weg voor de leerlingen. Soms was er al eens een keer een nachtje dat men van binnen sliep omdat men in de schuilkelder zat of dat men aan het raam stond te kijken naar de vliegtuigen die overkwamen. Soms daverden de tankers door de straten bij wijze van spreken en als je dan moet kiezen tussen je boeken en de spectaculaire wapens die voorbij marcheren, dan is de keuze voor een jongeman heel snel gemaakt. Het boek Joepie, het is oorlog is nu te koop op het Sint-Jan Bergmans College en in de Kamer van Heemkunde in Mol.